All right. Let's get it, I guess. What up, mensen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik hier alleen. Ik heb deze week geen gast. De reden daarvoor is niet dat ik niemand kan vinden die een podcast met mij wou opnemen. Ik heb nog een paar podcasts klaarstaan, maar er zijn eigenlijk meerdere redenen. De eerste is eigenlijk dat ik meer diverse mensen wil uitnodigen voor mijn podcast. Als in, ik heb de laatste tijd veel podcasts opgenomen met meisjes die actief zijn op Instagram, op TikTok, content creators eigenlijk. En daar ben ik eigenlijk sowieso veel gebleven binnen de content creators. En het lijkt mij interessant om ook eens mensen van andere genders uit te nodigen, of sporters, muzikanten, en zo diversere gesprekken te voeren en ook een interessantere content voor jullie op te leveren. Ja, dus dat is het de eerste reden. De tweede is dat ik eigenlijk de laatste tijd aan veel shit aan het denken ben en een soort moeite heb om orde te scheppen in de chaos dat nu mijn hoofd is. En dat ik weet van mezelf dat als ik gewoon dingen uitschrijf of luid op zeg, dat ik meestal door mijn gedachten te articuleren gewoon een soort orde kan scheppen in die chaos. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik heb hier momenteel niemand op kot waar ik zo lang tegen kan praten. Maar toen besefte ik heb gewoon een camera waar ik tegen kan praten. Dat werkt therapeutisch. En of ik dit nu online gooi of niet, ik weet dat dat gaat helpen voor mezelf om bepaalde shit luid op te zeggen. Dat kan nu dus ook dat als dit ooit online komt, dat niet lang online zal staan. Omdat ik meestal terugkijk naar podcasts die ik alleen heb gemaakt en dan besef van what the fuck denk ik dat mensen naar een half uur willen luisteren van ik die aan het zeveren ben tegen een camera. Hoe zelf ingenomen moet gedaan zijn. En dan denk ik terug, ik post letterlijk elke dag stories van mijn eigen gezicht. maar dit is gewoon anders, I guess. Maar dus, shit waar ik over wil praten. Er zijn funny dingen. Er zijn dingen die ik gewoon heel interessant vind over influencen en heel het businessje erachter. Die veel mensen misschien geen hol boeit. Er zijn dingen over mental health, waar ik laatst tijd veel over aan het nadenken ben. Corona. Ja, nog shit. Maar ik ga gewoon beginnen praten. Als ik klaar ben met praten, stop ik. Klinkt vrij logisch. Het eerste waar ik over aan het denken was, en dat is eigenlijk iets wat ik ook in mijn livestream heb gezegd, en ik zei het al lachend, maar heel de overseksualisering van de generatie onder mij. Als in, soms komen er van die dansjes voorbij op TikTok, en als je dan op de sound drukt, zijn er vaak heel jonge kindjes, letterlijk, die bepaalde dansjes doen, dat ik denk van, bro, stel je fucking voor dat tante Karin en onkel Luc op bezoek komen op een dag en de ouders van 10-jarige Emily zeggen van, ah ja, Emily maakt dansjes op het internet. En dan Karin en Luc zeggen, ah wow, dat willen we wel eens zien. En die fucking ouders laten de WAP zien van hun 10-jarig dochtertje, dan denk ik, bro, hoe de fuck kan dit? Hoe de fuck is het op dit punt gekomen dat allemaal zo normaal is? En ik weet niet, dat is ergens grappig, ergens ook raar, een beetje fucked. En misschien ben ik oud aan het worden of zo. Hè? Misschien snap ik gewoon niet wat dat de jeugd nu graag doet en zo, en wat dat cool is. Maar ergens vind ik dat gewoon raar is. En dat je kindjes op die leeftijd gewoon moet beschermen van bepaalde shit. Omdat er, ja, soms niet de juiste mensen meekijken. Maar dat is mijn mening. Wow, dit moet misschien inderdaad een podcast zijn die ik snel offline al. maar dat is gewoon iets waar ik laatst over aan het nadenken was. Ik zou mijn 10-jarig nichtje zo'n shit niet willen zien doen. Dus ik ga ervan uit dat er andere mensen die mening wel zullen delen. Hoop ik ergens. voor de rest denk ik niet dat er veel dingen zijn waar echt een leeftijd opgeplakt moet worden. Buiten alle legale shit uiteraard. dat is die vrij logisch zijn. Maar bijvoorbeeld, heel onze maatschappij is zo gebaseerd op, ah, oh, tegen je 18 moet je afgestudeerd zijn van het middelbaar, of 19. En dan moet je beginnen met je universiteit of je hogeschool. Dat je tegen je 25 afgestudeerd bent en kunt alleen gaan wonen. En dat je tegen die leeftijd zeker een vaste relatie hebt om te fucking trouwen en zo. En ik denk, bro, nee. Hoe vaak? Nee, waarom hebben we allemaal die fucking verwachtingen? Dat moet allemaal, laat dat los. Ik bedoel, ik ga sowieso langer studeren dan mijn normaal
plan, omdat ik gewoon met andere shit bezig ben ernaast. En ik neem expres minder studiepunten op per jaar, omdat ik denk dat ik zo productiever kan zijn, eigenlijk. Omdat ik ook een hol geef om de shit die ik ernaast doe. En als ik niet zou influencen, dan zou ik nu moeten borden wassen of zo. In het weekend. En ik weet gewoon waar ik meer voldoening uit haal. Dus, ik weet niet, er zijn zoveel leeftijden waar je nog shit op kunt beginnen starten, of... Ik weet niet hoe ik dit moet verwoorden, maar again, zie, dit is dus de reden dat ik graag dit luidop zou zeggen, omdat ik zelfs nu moeilijk structuur vind in mijn gedachtegang. Maar ik denk gewoon dat het soms zo dom is om leeftijden te plakken op shit, dat je gewoon letterlijk... Iedereen is anders. Je doet wat dat je wilt, wanneer dat je voelt dat jij er klaar voor bent. Ook zo al die shit van je eerste pintje, dat je op een bepaalde de leeftijd zou moeten drinken of zo. Ik ken mensen die nu nog van mijn leeftijd, of iets jonger, die nog steeds geen eerste pintje hebben aangeraakt, omdat ze daar gewoon geen behoefte aan hebben of zo. Dat moet allemaal niet. Eerste keer seks of zo. Bro, wacht tot het punt waar dat jij denkt dat je er comfortabel mee bent. En dat je je er goed bij voelt, dat je er klaar voor bent. Ik denk dat is wat ik wil zeggen. Of dat mensen die te oud zijn voor sociale media bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie laatst op TikTok gecheckt hebben, maar dat is Dogface420 of zo. Een guy van in de 40 die in de afgelopen 2 weken kapot hard geboomd heeft. Die is gewoon op een skateboard juice aan het drinken. En die is fucking viraal gegaan. Die heeft een paar miljoen volgers op TikTok. Bijna 2 miljoen volgers op Instagram, geloof ik. Dat bedoel ik gewoon, er is geen leeftijd om bepaalde shit wel nog te mogen doen, of niet meer te mogen doen, of weet ik veel wat. Of wanneer het te laat is om aan een bepaald ding te beginnen. Dat is allemaal zo zever. Zo'n bullshit. Dus nee, ik denk gewoon dat ik erover na aan het denken was. Omdat ik op een bepaald punt mij zo gepressured voelde dat ik tegen een bepaalde leeftijd zou moeten afgestudeerd zijn. Of een relatie zou moeten hebben. Die dingen. En dat ik er op die manier over ben beginnen nadenken. Boeien, who gives a fuck. Aan het eind van de dag ben jij de enige die tevreden moet zijn met waar dat jij mee bezig bent. En als jij niet het gevoel hebt dat je dan al klaar bent om bepaalde shit te doen, doe het dan niet. Doe het op je eigen tempo. En ik denk dat je dan het gelukkigst gaat zijn. What the fuck. Dit is niet mijn normale type content. Again, dit is gewoon de shit dat in mijn hoofd speelt. Ik kan dat deze podcast verdwijnt over 24 uur of zo. Waar ik ook over aan het nadenken was. Met de feestdagen die er binnenkort aankomen. Binnenkort zeg ik, 2 maanden of zo. De feestdagen zijn sowieso gekend als... de periode waar het meeste zelfmoorden gebeuren. En ik weet dat het een zwaar onderwerp is, maar om juist, dat lijkt zo wat counterintuitive, maar waarom weet ik wel het Engelse woord en niet het Nederlandse, maar in die periode voelen veel mensen zich ook extra eenzaam. Hoewel het het seizoen zou moeten zijn van samenkomen en shit. En ik vroeg mij gewoon af, de straten zijn nu al zo leeg, what the fuck gaat dat zijn? Door corona. En hoe gaat die combinatie zijn van corona plus de feestdagen? Hoe gaat dat zijn met zelfmoordcijfers? En hoe gaat dat zijn met mensen die zich eenzaam voelen, die zich nog 10.000 keer zo eenzaam gaan voelen? Ik denk gewoon dat er een soort mental health crisis aan zou kunnen komen. En dat is allemaal zo duister om over na te denken. En ik denk niet dat mensen verwachten dat ik daar ooit over na zou denken. Maar ja, zolang ik praat, maak ik mijn keel rete droog. Maar dat is ook iets waar ik over aan het nadenken was. En again, ik zeg het gewoon luidop, zodat ik het niet meer in mijn hoofd moet hebben. Maar ik weet niet hoe dat allemaal aangepakt gaat worden. En ik ben een beetje... ja, ik heb wel wat schrik voor die cijfers. want dat is, ja, again, niets waar dat je... lichtelijk over zou moeten gaan. En ik heb het gevoel dat er weinig aandacht aan besteed wordt. Momenteel. Dan over iets luchtiger. Want ik heb helemaal iets anders. Helemaal iets anders. Ik zeg het. Ik heb hier gewoon een lijstje van shit waar ik over ga praten. Ik heb daarnet... een pakketje aangekregen van Rob. Een pakketje aangekregen van Average Rob.
met zijn merchandise in. Wat dat fucking sick was, want als mensen mijn podcast al van in het begin hebben geluisterd, ik heb echt heel lang gezegd van, oh, mijn droomgast ooit op mijn podcast zou Average Rob zijn. Ondertussen heb ik dat tijdens de lockdown kunnen doen. Is hij via Zoom te gast geweest op mijn podcast. Sorry, ik ga weer moeten hoesten. Dat is echt gewoon een droge keel even door heel die... Doordat ik zoveel aan het praten ben. Wat een scheid. Aight. Again. Rob, die eigenlijk al heel lang een voorbeeld voor mij is, als in... Ik heb het gevoel dat niemand in België op zijn niveau content aan het maken is. En weinig mensen zo creatief zijn als hij. Dus het feit dat hij mij die merch heeft opgestuurd met een briefje waarin hij... Ja, ik ga het gewoon hier zeggen tijdens de podcast. Op mijn story heb ik het maar heel kort laten zien. Hij heeft een briefje geschreven. My boy Ender, goed bezig met de podcast. Nooit meer stoppen. Merci dat ik er al deel van mocht uitmaken. Kusje hierop. Wat dat voor mij een gigantische motivatie is. En ook de reden dat ik toch nog om 10 uur 's avonds, 9 uur 's avonds, sorry, ik was aan het liegen, een podcast ben beginnen opnemen. Wat dat voor mij wel een sikke motivatie is. Maar ik was ook, toen begon ik ook te denken, Rob heeft me zijn merchandise opgestuurd. Ik heb merchandise gemaakt. Ik weet van veel influencers dat zij ook aan het nadenken zijn over merchandise. België is helemaal geen groot land. En heel veel van onze publieken overlappen. Als iedereen ineens hoodies begint te droppen, waarom niet iedereen wil 50 hoodies van 50 verschillende influencers? Dus ik denk dat er twee dingen kunnen gebeuren in de komende paar jaar op heel dat influencer kledinglijn landschap. Dat is oftewel gaan er gewoon een bepaald aantal overleven en die hebben dan de monopolie op influencer kleding. En de rest denkt van, what the fuck, dat is eigenlijk helemaal niet de moeite. Huh, what the fuck. Nee, het is helemaal niet de moeite om kleding te droppen. Ik hou er niet genoeg aan over. Het is te veel moeite, bla bla bla. Of, influencers gaan moeten diversifieren. Gaan met andere producten moeten komen dan enkel die kleding. Niet alleen hoodies uitbrengen, maar weet ik veel wat. Je kunt, er zijn heel veel producten dat je zou kunnen verkopen. En ik zeg ook niet, ik ben zo kei... Precies bezig alsof ik zelf heel veel andere shit zou willen aansmeren aan de mensen die mij volgen ofzo. Maar ik denk gewoon dat dat de trend gaat zijn, dat er in de toekomst gaat gebeuren. Mensen gaan niet alleen kleding willen verkopen, maar gaan een soort business willen maken. En eigenlijk is dat het verschil tussen het hebben van een job en het hebben van een business. Als in alle influencers in België momenteel hebben een job. Dat zijn influencers en die maken content voor bedrijven. En ik denk dat er een punt gaat komen waarop dat ze beseffen van, oh wow, dit duurt niet altijd voor altijd. Influencen is iets tijdelijk. Influencen, ik gebruik dat woord alsof dat normaal is, maar dat is iets tijdelijk. En als ik op lange termijn iets wil verdienen aan alle moeite dat ik nu al heb gestoken in dat publiek opbouwen, ga ik een soort merk moeten maken. Als in iets dat los van mij ook kan werken. Een merk dat bijvoorbeeld... Zoals je in Amerika, ik weet niet of mensen Emma Chamberlain kijken. Onze meisje, een vlogger, I don't know, vlogster, dat je dat moet vervrouwelijken. In ieder geval, zij maakt YouTube-video's, zij drinkt elke ochtend koffie in haar video's. En zij heeft haar eigen koffie uitgebracht. Fucking slim. Geen enkele andere influencer die dat op dat niveau heeft gedaan. En dat is nu gewoon koffie die los van haar ook werkt. Dat is een merk dat... naast Emma gewoon een eigen leven is gaan leiden en in de winkels staan en shit, fucking succesvol is. Dus die heeft een inkomen, ook al stopt zij met de posten nu. En ik denk dat dat de route is waar dat heel veel influencers gaan proberen inslagen. Sommigen gaan succesvol zijn, sommigen gaan door de mand vallen. Maar ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Want ik denk niet dat... dat het gaat werken als iedereen dezelfde t-shirts en dezelfde hoodies gaat proberen verkopen. Of op een duur koopt gewoon niemand meer echte merkkleren en gaat iedereen gewoon focussen op de dingen dat de influencers verkopen, of de social media people. Wat ik over die social media mensen ook laatst... Dat is geen frustratie, maar mijn soort, I guess, frustratie. Ik heb laatst een paar campagnes voorbij zien komen van influencers waarvan ik wist dat ze gesponsord waren, omdat ik dezelfde mails heb gekregen, waar het voor mij echt niet duidelijk was dat dat gesponsord was.
dat ik dan achteraf een briefje stuurde van, hey, is dat ook via die en die? Dat ze zeiden ja. Maar dat ze deden lijken alsof het niet gesponsord was. En dat ik dacht van, bro, wees dan gewoon even transparant. Laat gewoon even zien wat dat de echte intenties zijn en de bedoelingen van die post, wat dat je nu zo aan het aansmeren bent aan je publiek. Want ik denk toch dat het meest geapprecieerd wordt op de lange termijn. Dat je gewoon duidelijk bent van, hey, ik heb hier iets aan verdiend. Ik denk ook niet dat een publiek dat echt om je geeft. En jij, zolang dat jij niet de pusher bent met adverteren, dat mensen er ook geen gigantisch probleem van maken. Als jij advertenties op een natuurlijke manier kunt brengen, denk ik dat mensen het ook wel begrijpen dat jij op een bepaald punt iets zult verdienen. Maar je moet dat zo niet proberen wegsteken. Dat vind ik zo wat... fake gewoon. Ik ben zo precies iemand aan het outcallen of zo, maar nee, het is al meerdere keren gebeurd dat ik dit voorbij zien komen. Omdat ik eigenlijk dacht van, bro, dit is normaal. Laat gewoon zien waar je mee bezig bent. Niemand gaat u dat kwalijk nemen. Iedereen doet het. Dat is part of the job. En dat is part of the job. Alsof influencer en... In ieder geval. Dat was nog een van mijn frustraties. Een van de dingen waar ik maar verbaasd over was, en ik weet niet of mensen dat gevolgd hebben, is Logan Paul die laatst een Pokémon-kaarten heeft geopend op een livestream en dat er gewoon 7 miljoen mensen in totaal gekeken hebben. 7 fucking miljoen man dat naar een 25 jaar oude gast gekeken heeft die Pokémon-kaarten heeft geopend. Dat vond ik fucking sick. Ik heb ook gekeken. Ik vond fucking entertaining. Ja, maar dat vond ik heel cool om te zien. Pokémon is iets heel cool, naar mijn mening. En ook iets waar ik misschien terug wat meer tijd in ga steken. Omdat ik zie hoeveel... Met kijken naar zijn video heb ik er ook echt veel plezier uit gehaald. En ook mijn oude Pokémon kaarten nog eens boven gehaald. Maar oké, dat is letterlijk... Dat waren de dingen die in mijn hoofd zaten. Ik heb ze eruit gekregen. Wat ik nog wil vragen is dat als je ideeën hebt van mensen dat je graag wilt horen op deze podcast, laat me zeker weten in de comments of tweet mij, tweet hen en zeg, oh, kom op Inner Schotense podcast. Dat zou fucking vet zijn. Ik sta letterlijk voor iedereen open, iedereen waarvan dat je denkt, dat kan een interessant gesprek opleveren. Laat me weten. Ik doe mijn best om die te contacteren. Thanks voor het luisteren dan. Ik zou zien of ik een Twitter shout-out vind. En dan ga ik ook snel aan de podcast afsluiten, want ik heb eigenlijk echt niks meer te zeggen. Mijn keel is rete droog. Dus ik ga gewoon een paar liter water binnenkappen en een dutje doen, denk ik. Ah nee, dat is niet waar. Ik moet nog een vlog editen. Ah ja, fuck. Als je dit kijkt, waarschijnlijk woensdag terug een nieuwe vlog. Ik ga terug beginnen met iedere woensdag posten. 2 keer per week is gewoon niet haalbaar voor mij momenteel, met heel de coronazever. Ik moet mijn ontmoetingen met vrienden een beetje inperken, dus ook mijn vlogs. Dus, Lore Lauwers, heel erg bedankt om te luisteren. Als je geluisterd hebt naar deze toch iets of minder... waardevolle podcast, die misschien ook ooit verwijderd zal zijn. Aan de rest ook thanks om te luisteren. Ik apprecieer het oprecht, als je tot dit punt hebt gehaald. Dat was het. Thanks voor het luisteren, tot volgende maandag. Peace!